Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik ben toch verder gegaan met mijn Lima 1600. Ik heb hem net een goede wasbeurt gegeven. Ik heb alle onderdelen die erop zaten eraf gehaald en ik merk dat hij vrij compleet is. Dus alleen in dit. Nee, ook deze is helemaal compleet. Deze zit maar aan één kant. Dus hij is nu een stuk minder smoetselig dan dat hij was. Ik ben vergeten hoe deze moet. Volgens mij moet hij op de. Zo, met de rare kant naar buiten. Met het eraf halen van dit stuk filter zijn er wat van de pinnetjes afgebroken, helaas. Dus ik kan hem gewoon erop lijmen. Ik heb in ieder geval nog één van die pinnetjes. Ik dacht dat ik er nog meer had. Eerst eens kijken of ik die pinnetjes erop ga krijgen. Ga ik hem gewoon weer op zijn plek klikken. Zo niet, dan lijm ik dat ding op het dak. Zo netjes als ik kan. Zo. Ik stond ervan versteld hoe compleet deze lok was op het dak. Meestal zie je toch dat er iets mist of afgebroken is. Of eigenlijk missen alleen de buffers van deze locomotief. En in mijn ervaring zijn dat denk ik niet de moeilijkste onderdelen om aan te komen. Die krijg ik nog wel gevonden. Of misschien in mijn eigen collectie van sloopspullen. Als daar nog een Lima tussen zit. Meestal past het wel en het is dan niet geheel correct, maar het is goed genoeg voor deze trein. Ik heb ook al gewerkt aan de binnenkant. Even zien, hoe moet deze erop? Zo op. Of moet die er zo op? Volgens mij moet die er zo op. Ik heb al gewerkt aan de binnenkant van de trein. De binnenkant is nu voorzien van wat bedrading. De motor is schoongemaakt. En na het schoonmaken heb ik hem nog een keer goed gesmeerd. Het is niet de beste motor, maar ik heb nu even geen zin om hem te vervangen. Het is het eigenlijk gewoon geen zin. Een boel kabels zitten dus. En dit is de 8-pin DC connector. Daar kan ik een decoder op zetten straks. Verder heb ik dit dingetje in elkaar gelijmd. Dit komt aan de binnenkant te zitten. Op zo'n manier ongeveer. Waarbij er een cabine ontstaat. Zodat het licht van de front- en sluitzijn niet de cabine in schijnt. Maar alleen eronderop komt. Ik kijk of ik hier de verlichting in vast kan maken. Of de lichtgeleiders daar doorheen kan plaatsen. Zodat ze daar aan de voorkant goed doorheen komen. Ik moet er nog wat water uitblazen, zie ik. Dat doe ik aan één kant. Want de andere kant wordt de trekkant. En de trekkant, daar zit dus, is de bedoeling altijd de trein, of een trein aan vast. En voor wagons. En daar hoef ik dus niet nog de, even denken, de verlichting voor te hebben. Die moet eigenlijk altijd uitstaan. Dus die bouw ik niet in aan die kant. Dat bespaart me een boel gepuzzel en ellende. En ook later met het proberen dan weer uit te schakelen van die verlichting. Denk ik dat dit veel makkelijker is. Nou had ik moeten kijken. Eigenlijk van tevoren hoe dat deze erop zaten. Volgens mij op deze manier zit het ook al te kijken naar hoe ik de pantografen erop moet zetten. Het was uiteraard handig geweest als ik een foto genomen had. Even kijken, omdat daar een gat zit, verwacht ik eerlijk gezegd op deze manier. Dan komt die laag te liggen. Nee, dat ziet er ook niet uit. Het ziet er niet uit en toch denk ik dat het zo is.
handhaven doen het eigenlijk best nog goed. Zo. Binnenkant is ook gewassen. Die installeren is altijd een gedoe. Dat is in ieder geval één kant. En dan doe ik de tweede. Oh. Je moet deze dus zo buigen. En veel verder buigen eigenlijk dan wat comfortabel is. Het eruit halen was een hele kriem. En ik moet zeggen dat van het er nu in zet ik ook redelijk zenuwachtig word. Yes, dat was hem. Zo. Nou zitten er weer schone ramen in. Is dat een beetje te zien? Hop, schonere ramen. Er rennen hier nog steeds af en toe mensen door de gang. Dus straks met het dakdeel erop. Kijken of ik dat andere missende ding nog ergens heb gelaten. En dan. Zo, de storm in de gang is gaan liggen. Inmiddels heb ik zo, even wat troep weg. Ik heb wat gaten geboord. En even kijken, er loopt nu een lichtgeleider. Van hier zo. Die komt precies uit hiervoor. Die heb ik vastgelijmd, dat is de eerste. Als die droog is, doe ik de volgende. Nou, als ze allemaal op een plek zitten, dan haal ik de cabine er weer uit en dan ga ik de leds hier op een of andere manier voor monteren zodat hierachter het licht is wat hiervoor door de lichtgeleiders getoond wordt. Ik moet dit toch bij gaan knippen, het moet hier nog langs, het komt hier op de steun. Het is allemaal nog een precies gedoe. Ja, dat hoop ik de volgende keer te kunnen laten zien. Nou, deze kleurlamp komt erop voor de witte. En voor de rode zal het gewoon deze rode zijn. Er komt nog wat weerstand achter, zodat ze wat meer in balans zijn. Want die witte is ontzettend fel. Maar met wat minder stroom erop gaat het goed komen, denk ik. Dan wordt de blauwe is dan weer de algemene plus. En de gele en de witte worden voor de frontsluitzijnen die alleen maar hier aan de voorkant nodig gaan zijn. En dan komt hier dus de gehele verlichting. En dan hoop ik dat het allemaal net past. Dan denk ik dat ik in de toekomst... En aangezien deze motor echt rijdt als een koffiemachine, daar ga ik dan waarschijnlijk ook nog wel wat aan doen. Dat laat ik voor nu eventjes. En ik ga verder met mijn verlichting. En ik hoop daar de volgende keer iets van te laten zien. Dus bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.